TMS Global NV heeft onder leiding van CEO Bharat Tewari met succes essentiële medicijnen, waaronder heparine en meropenem injecties, aan Suriname geleverd om de acute zorgtekorten aan te pakken. Het initiatief, gesteund door president Santokki en ministers, markeert het begin van een meerjarig investeringsplan, inclusief een geautomatiseerde Surinaamse hub. De medicijnen zullen via reguliere kanalen beschikbaar zijn in ziekenhuizen, waardoor toegang wordt vergemakkelijkt met een besparing van 40%. De volgende levering staat gepland voor de volgende week. De Surveillance Unit Duisburglaan, SUD, vierde haar eenjarig bestaan op 13 januari 2024. Opgericht in 2023 vergroot de Surveillance Unit Duisburglaan de politiezichtbaarheid en verbetert het veiligheidsgevoel. Oorspronkelijk bedoeld voor ochtend- en middagdiensten draait de unit nu 24/7. Met 2.831 uitgeschreven processen verbaal en 132 boetes voor rijden zonder rijbewijs heeft SUD positieve resultaten behaald. Opmerkelijk is de ondersteuning buiten het toegewezen gebied bij verkeerscontroles. In 2024 zet SUD haar goede werk voort op basis van behaalde successen. In het EFS-college COFAP in Nikeri is gisteren een vierdaagse training gestart voor zorgverleners en maatschappelijk werkers om geweld tegen vrouwen te verminderen. Ondanks eerdere inspanningen blijft het geweld in de praktijk persistent. Burgermoeder Senrita Gobadan hoopt op nieuwe resultaten na deze training. Gefinancierd door het Canada Fund for Local Initiatives en geleid door de directeur van het EFS-college COFAP, Anshel Walelei Kumbangsila, omvat de training deelnemers van diverse organisaties.